beetje. Ja, luk. In plaats van te snijden, gewoon zo eraf halen. Nee, maar zit er nog wat groen? Dat is, dan haal je gewoon met je vinger weg. Hou je wel meer aardbei over? Nee. Dus, dit is echt een kleine aardbei. Dit is echt een kleine aardbei, dus daar meet ik hem ook al op. Ik doe de aardbeien in de staafmixer. Niet allemaal, als het echt vol is en je denkt het kan niet meer, dan hoef je er ook niet meer bij te gaan. Een beetje snijden. Je moet je zorgen dat er geen pitjes in komen. Wil je even doen? Nee, dat kan. Oeh, klaar? Een klein beetje limoensap voor een lekker fris smaakje. Dit is zuur. En een beetje honing. Ja. Om het gelijk wat zoeter te maken. Ik mag het zelf eten, dus... Oh, pas op. Ik vind het zo erg nog. Dus het wordt echt heel erg zoet. De bovenkant erop doen. Zo, is het hier er zo. Ja, nu gaan we. Ik doe de deksel er vanaf. Voordat je het hier in gaat doen, moet je eerst even proeven. Echt, het is echt heel erg lekker. Jammer. Nou, we hebben ze net niet allemaal vol gekregen, hè? Nee. Dus om 6 ijsjes te maken, heb je wel iets meer aardbeien nodig. Ik zou toch wel 350 gram aardbeien of zo gebruiken, ja? Of twee kleine bakjes aardbeien of twee grote. Ja, dan nou 250 gram. Oké, en nu? Nu gaan we deze erop doen. En nu ga ik ze even Dus missie aardbeien ijsjes geslaagd. Top.